Een zeehond in de nieuwe haven van Zierikzee. Op zich niet heel bijzonder, maar dat het dier erin slaagde de oude haven in te komen en daar ook nog eens een flinke harder te verorberen, dat is dan weer een vis, dat gebeurt zelden. Maar dinsdag gebeurde dat wel en de beelden van die zeehond zijn online gezet door Kees Laurijssen. Hij zag de zeehond samen met zijn vrouw en buurvrouw. En Mark Rijk staat nu met dat trio aan de kadekant in Zierikzee. En de oude haven inderdaad op die beelden. Als je ze gezien hebt, de Arm 17, die boot goed in beeld. En ja, hier zwom hij eergisteren in dat prachtige pittoreske haventje. En Marijke en Ria, ja, die waren al een tijdje aan de wandeling. En Marijke, ja, op een gegeven moment? Nou, wij begonnen bij de nieuwe haven waar de jachtjes liggen. En daar zagen we een kopje boven het water met in de bek een grote vis. Dat was de zeehond. Die probeerde een vis naar binnen te krijgen. Nou, wij hebben dat uitgebreid bekeken. Vervolgens dachten we, nou, we lopen verder. En we hebben een hele rondwandeling om Zierikzee gemaakt. We komen onder de poort door, bij de oude haven. En Ria zegt zo, het zou toch mooi zijn als we in die oude haven nou ook eens een zeehond konden zien. Ze had het nog niet gezegd, of daar duikt die zeehond op. Wat gebeurde er, Ria? Ik raakte helemaal in paniek, want ik wilde mijn fototoestel pakken. En dat was in een tasje, dus dat was zoiets van oh, opschieten, want ik moet hem nou hebben. Maar hij deed rustig zijn gang, hij ging gewoon overal zwemmen en hij kwam weer boven water. En toen ineens, toen was het plons, plons, plons tegen de kant. Nou, dan weet je niet wat er gebeurt, want dan is het echt heel spectaculair. Dat was echt hartstikke mooi. En uw camera liep al? Ja, die liep al. Maar dat moest natuurlijk weer stoppen en weer, maar dan ging die weer onder water. Van nou, dan hebben we het gezien. Hij kwam weer boven water en zette het spel weer voort. Met zijn vis in zijn bek en die trok die helemaal uit elkaar. Dat staat niet op het filmpje. Nee, maar dat deed hij wel. Dat was daarna. Dus dat was echt een beetje bloederig toestand met het. Dat is voor de deleted scene, zeg maar. Expres eruit geknipt of toch nee, maar uitgezet. Nee hoor. Dat, waarschijnlijk heb ik dat niet meer gefilmd. Maar het was al zo dat we helemaal, we waren zo vol van die hele film, wat er gebeurde. Dus dat was echt heel leuk. Ja. Hoe zijn de reacties op het filmpje? Nou, degene die het filmpje verder verwerkt heeft het op YouTube gezet. En daar heeft hij al een heleboel reacties op gekregen. Eigenlijk uit heel Nederland, kan je wel zeggen. Ja? Ja, echt waar. Want mijn man die maakte dan een filmpje van. Die zette al die beelden bij elkaar. En dan, dan zet hij dat op YouTube. Nou, je weet niet, in een hele korte tijd krijg je zoveel reacties. En dat is zo gigantisch. De sterkte van YouTube is dat dan wel, hè? Ja, want jullie komen hier uit Zierikzee. Ja. Nog nooit eens hier zwemmen hier, hè? Nee. In de buitenhaven wel, maar nooit hier. Het is een bijzonder filmpje dus. Ja, vonden wij ook. En ik ben blij dat je het op film hebt. Want anders zouden mensen je niet geloven, hè? Als je met zo'n verhaal thuis komt. Daarom ben ik hartstikke blij dat je het vastgelegd hebt. Het bewijzen is daar. Marijke en Ria die hier dus op de Oude Haven liepen eergisteren. Ja, die zeehond, ik speur nog even het water af, hè Jan? Nee, wij hebben pech vandaag. Oh, hij gaat helemaal naar binnen. Hij slokt hem helemaal naar binnen. Had je hem? Als een bootje deze kant op komt, dan is die weg. Thank you.
straks schopt hij hem zo achter elkaar. Dit wordt steeds gekker. Wat gaan we straks? Wat zou er in de varrenput zitten bij de dikke toren? Wat gaan we daar doen? Ja, ik heb. Hij is te groot. Het is wel erg bloederig, hè? Ja, joh, zag je. Het is heel gevecht, hoor. Ja. Van mij met zo'n grote bek. Weer een hapje. Nou ja. Anders schrokte die in één keer naar de Dat lukt hem niet meer. Nou, eet smakelijk verder, hoor.